Dit is een Unity Cultuur Update. Donderdagochtend 8:30 geweest en dat betekent wekelijks een update vanuit Leiden Marketing. Aan de telefoon heb ik Leon Visser. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Ja, we gaan het weer eventjes doornemen. Alles wat leeft in de stad Leiden als het gaat om cultuur. En er leeft heel veel deze week. Want als je ergens niet omheen kunt, dan zijn het wel de studenten. Dat klopt. Nee, deze week is de introductieweken, de LSIT-weken. Ja, en dat betekent dat er bijna 2500 eerstejaars in Leiden zijn die de hele week Leiden te zien krijgen. Wat er allemaal te doen is van de studentenvereniging, van musea en noem het maar op eigenlijk, om Leiden te leren kennen. Ja, op onze website www.unitytv.nl kun je reportage zien van de informatiemarkt die afgelopen dinsdag was. Maar ik kan me voorstellen dat voor Leiden Marketing belangrijk is, 2500 nieuwe mensen in de stad. Ja, zeker. En natuurlijk ook, want als zij enthousiast raken over hun nieuwe stad, vertellen ze dat natuurlijk ook door aan hun achterban, aan hun vader en moeder, ooms en tantes. Ja, die daardoor wellicht ook naar Leiden gaan komen. Dus dat is heel belangrijk. Voor die studenten die nu al aan het luisteren zijn, ik denk het bijna niet, die zullen allemaal wel nog op één oor liggen. Alhoewel, nee, er zijn ontbijten op dit moment, zie ik op de website. Oké. Ja, we gaan even doornemen wat er dit weekend in Leiden voor de deur staat, op stapel staat. Dus gaan we beginnen bij de Hortus. Nee, in de Hortus Botanicus heb je natuurlijk gewoon altijd het normale programma, want het is de oudste botanische tuin van Nederland. Alleen in deze vakantie hebben ze ook een aantal nieuwe activiteiten. En een van die activiteiten is een bijenspeurtocht. En dat is eigenlijk voor jong en oud. En je gaat met een formulier ga je door de Hortus Botanicus, waar je allerlei vragen kan invullen over bijen. En ja, als je dat goed hebt geantwoord, dan krijg je aan het einde daar een leuke verrassing. Ja, dat is leuk. Om te doen. En op vrijdag 17 augustus is er ook een in het kader van het Hortus Festival is het een workshop Hamertje Tik. En dat is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, waarin spelenderwijs wordt uitgelegd hoe een piano werkt. Dus dat gaat natuurlijk met aanslagen, met hamertjes op de snaren. En ze gaan dat doen met kurken en met ct-prikkers om op een speelse manier te laten zien hoe een piano gaat werken. En dat is wanneer? Dat is aanstaande vrijdag. Dat begint om 3:00. Oké, dus morgen dus eigenlijk al. Ja, dat klopt. Dan hebben we daarnaast ook nog het Leidse Houtfestival dit weekend. Ja, dat is aanstaande vrijdag ook, dus ook morgen. Dat is om 7:30 in het Leidshout, dat spreekt voor zich. En dat is een openluchttheater waar allerlei optredens gaan plaatsvinden. En onder andere een optreden van Karsu Don Mies. Je had nog zo geoefend. Ja, wel hè, nee. Zij geeft een klassiek concert met een Turks tintje. Dus dat is wel leuk om mee te maken, denk ik. Ja, we hebben dat inderdaad al een paar keer voorbij horen komen hier op Unity. Ze zit ook in de Unity agenda. Dat is tijdens het Leidse Houtfestival. Is dat ook een festival waar jij zelf nog naartoe gaat? Ja, ik ga er wel heen. Ja, want ik kom niet heel vaak in het Leidse Hout, moet ik zeggen. En dus het is wel een bijzondere ambiance om daarheen te gaan. Ja. Ja, heb jij ook een website waar meer informatie over staat over dit festival? Ja, dat is de www.vriendenvandeleidsehout.nl. Oké, daar kun je dat vinden. Nou, tot slot hebben we dan altijd nog ter afsluiting het gratis tip of de gratis tip van de week. In dit geval had je iets wat in de Pieterskerk in Leiden plaatsvindt. Ja, eigenlijk Leiden staat natuurlijk bekend om haar monumenten. We hebben bijna 3000 geregistreerde monumenten. En een aantal van die monumenten kan je ook bekijken. En dus ook de Pieterskerk. Ja, de Pieterskerk is de oudste kerk van Leiden. En dan is het natuurlijk heel leuk om daar met je gezin heen te gaan. En door de week is hij van 10 tot 4 gewoon geopend. En in het weekend van 2:30 tot 4. En dan kan je gewoon een kijkje nemen in de kerk. Ja, het is een immens grote kerk. Ja. Ik heb hem zelf nu ook een paar keer gezien. Er wordt echt van alles georganiseerd. En ik weet niet wanneer dat was. Dat weet jij beter dan dat ik het weet. Volgens mij kon je ook abzeilen vanaf de Pieterskerk. Hè? Een tijdje geleden was het. Dat was tijdens de museumnacht. Ja, inderdaad. Ja. Toen was dat. Dus. Nee, klopt. Nee, het is natuurlijk in principe gewoon een evenementenlocatie. Dus, maar als er geen evenementen plaatsvinden, dan is die gewoon geopend voor publiek. Ja, en daar kun je ook weer op de website kijken. Die heb jij vast ook bij de hand voor ons. Of, Ja, dan kan je het beste gewoon naar leiden.nl gaan. Uiteraard, leiden.nl. Daar staat alles op trouwens, wat je wil weten over de cultuur in de stad. Leon, dankjewel. Ja. Wij spreken je volgende week weer. Dan onder andere over het verrassend winkelweekend. Tot zover deze Unity Update. Meer updates hoor je online terug via unityfm.nl.